nou nog 45? Nee, ja, 45. Nee, het was klaar hoor. Klaar. Ja, hier. Ja, maar kijk, jij had een groter, hè, met die vol. Ja, ik heb. We waren wat groter. En de matenplaat kwamen nog aan de andere kant. En dit was de woonkamer. Ja, nou, geloof ik dat volgens mij niet. Onze... Nee, wacht even. Nee, de stad hoor. Echt? Ik zie het aan, onze, aan de deur. Ja, onze deur stond... Die kant. Ja, die is het, ja. Maar onze deur stond zo. Maar als ik het dan zo warm had, zo misschien ging dat heel lekker aan hangen. Ja. Maar je kon er verder niet ja. Ja, aan de voorkant hadden we een balkon. Boven. Aan de andere kant, ja. De maandenslaapkamer, daar kon je zitten. Ja. Ja, deze kant was dan lekker, hè, maar dat kon het zo heet worden ja. In die woonkamer, Hennie. Ja. Weer niet, weer niet weten. Ja, dat is al best. Maar hier kon je nog met 5 mensen gewoon wonen. Nee, dat is niet. Ja, hier kon je met 5 mensen gewoon wonen, want... Ik had een kleine kamertje, mijn ouders hadden een grote slaapkamer en we hadden die grote kamer hier met z'n tweeën. Aan de rechterkant zo. Ja, ja. Dus dat, dat was te doen met 2 meiden. En dan kon ik hier in een kamertje alles doen. Er was ook een vrij grote keuken bij, dat ging ook goed. En een vrij ruime douche. Dat weet ik wel. Boven op die overloop. Ja, dat ging allemaal goed hoor, voor zoveel personen toen de tijd. Kon je dan maar eens naar binnen. Ja, dat kon vroeger, maar dat kan niet meer. Nee. Je weet niet eens meer wie er woont. Er woont echt niemand van je oude buurtjes ook meer. Nou, dan ga ik eens even naar de namen kijken. Ook toch wel niet. Nee. Kijk, ik zie allemaal geen bekende naam. Nee. Ja, dat kan ook niet. Want wat jonger was als ons, was toen al verhuisd. Ja, maar wat jonger was als ons, dat was toen al verhuisd. En al wat ouder was, woonde er nog. Maar hoe lang blijven hier nog? Ik woonde altijd daar. Meent u dat nou? Ja. Ik ben de moeder van zussen. Nee, dat meen ik niet. Ja? Nee. Nou, wat is dat? Ja, dat is wel een bekende. Mijn zuster? Ja. Ja. Ja, maar dat is toch wel... Ja, kijk maar, 47 kroon. Ja. Ja. Nog steeds. Wilt ze nog steeds? Ja, Frans Mom, dat nou. Weet je nog wel. Ja. Jeetje, ik... Anja? Ja. Nou. Ja. Anja. Ja. Anja. Je lijkt weer wonen. Ik ben het echt. Nee, ja. Nou, dat vind ik nou zo leuk. Nou, zou je eens even kijken. Jij bent nou 47, want ik ben 54. Jeetje, wat ik ben zo echt heel jonger hoor. Te mooi. Ja. Je bent Anja, dus de oudste. Ik ben en, de oudste. En dan heb je een zusje, Yvonne. Ja, ja. Ja. Nou. Dat is er nog steeds, hoor. Ja, ik wacht hier tot het gesloten wordt, hè. Ja. Eigenlijk, de woonvakantie is tot 31 december dit jaar. Dus ik wacht, maar ik weet het niet, maar ik blijf graag in de Zuidwijk. Ja, maar ja, dat mogen we wel ik. Even mee naar boven lopen. Dat is een leuk echt mee naar boven lopen. Ja, want ja, voor mij is het prettiger, omdat de metro of zo. Waar ga je hier omhoog? De metro is in de buurt, de bus. En dan kan ik altijd fietsen naar het gras. Ja, want Suze is daar begraven. Ja, daar begraven. Ja, ja. Ja. Dus alles is in de buurt. Jong, daar wil ik niet weg van Zuidwijk. Dat was nog wel heel jong. Ja, ja, echt wel. Oh, ik kijk de zetten. Dat is wel leuk. Ja, ik denk er zal wel niemand van de bekenden meer wonen. Nee, dat is zo lang geleden. Ja. Nou, het want ik woon hier 28 jaar al niet meer. Maar ik woon er wel steeds aan de Schammerkamp. Dat wel. Ja. Woon ik nog steeds aan de Schammerkamp. Ja, ik woon in Hoogvliet. Op Hoogvliet woon ik. Ja. En Yvonne? Die woon ook op Hoogvliet. Ook op Hoogvliet, ja. En waar woon nou op Zalmplaat? Ook in Hoogvliet. Ja, dat is ook in Hoogvliet. Ja, dat is ook Hoogvliet. Want die weet dat Ma ook niet meer leeft, hè? Dat weet ik, dat was hier. Ja, toen was hier nog, ja. Dat was hier. Ja, dat was hier. Toen was ik daar een jaar op mezelf. Ja, u werkte, dat is waar. En ik wist niet dat je moeder gestorven was. Ik hoorde weer van anderen. Ja. Maar waarom hebben ze mij niets gezegd? Nee, ja. Ik woonde al daar. Nou, het is nu 25 jaar geleden dat we Ma... Daarom juist toen je moeder stierf. Ik werkte nog, hè? Ja. Ja, dat weet ik niet. En ik hoorde dus van anderen. Ook die buurvrouw. Vrouw, ja. Ja, Deuzen woonde er nog toen. Ja. Van Benny Deuzen woonde er. Ze zijn in het ziekenhuis gestorven, toen wist ik wel ook niet. En ja, die Van Dorst woonde die er nog naast ons, waar die ook al verhuisd. Ja, Van Dorst. Die woonde er geloof ik ook nog, ja. Toen. Ja, ik werkte vroeger, hè. Ja, ja. Dus ik wist niet van alle gebeuren. Nee, dat weet ik kom thuis, dan ga ik koken voor de kinderen, die moeten naar school. Ja. Nou, woont mijn zoon in Heerlen.
Oh, dat is wat ver. Ja, daarom is het ver weg. En mijn kleinzoon hier in de Dorpslaan. Kijk, daar het huis. Oh, wat duurde van mij. Ja, 145. Ja, 45, ja. Daar hij woont, hè. Ja. 45, ja. Ja, ik woon er al 28 jaar niet meer, hoor. Ja. Het is wel erg lang geleden. Wel leuk om even te kijken. Ja, even kijken. Ja, en nieuwe namen allemaal. Ja, ook een nieuwe naam. Ja. Nee, maar het is toch leuk om even te gaan kijken. Ik vind het zo leuk. Ja. Zo leuk. Maar ik ga hem gewoon even mee, dat is gebeurd. Naar boven lopen. Ja, ik ben naar boven lopen. Ja, dat is zo. 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 Bijkeuken, maar ja, dan hadden wij hem al wat ingebouwd, maar dan kon de hobby in. Ja, ja. Leuk. Ja. Ik denk dat ik vond het ook wel heel leuk zo'n ding, hoor. Ja, dan had ze mee moeten gaan. Ja, maar, wist ze het wel? Ja. Heb jij het gezegd, hè? Nou, niet echt meer, maar als je wel het ding al niet vond, bracht, wil ze het toch niet. Nee. Nee, maar inderdaad, de keuken ben je. Ja. Dat is zo'n klein keukentje. Oh ja, bij mij, ja, dat weet ik Nou, ik zou iets veranderen dan het hok daar. Daarom zeg ik, is dat nog wel hetzelfde, oh, die bijkijkers hebben. Dit is... Er is natuurlijk helemaal gerenoveerd van binnen, hè? Yes. Ja, was het toen nog dat is zoveel jaar geleden gedaan, hè? Ja. Volgens mij is het nog hetzelfde, hoor. Ja, dit is nog wel hetzelfde, want die trap hadden we ook nog. Maar onder die trap hadden wij dan dus natuurlijk een trapgat zitten, gewoon, ja. Waar we zelf al gebruikt hadden. Ja, inderdaad. Toen je schoenen en zo. Ja. Dat is er nog. Oh, is er nog. Mag ik weer kijken? Ja, inderdaad. Oh, ja, inderdaad. Ja, hoor. Nee, kijk maar, ik zit op precies zitten. Hoi, die keuken die hebben ze dan rijden hier gemaakt. Is dat zo? Ja, inderdaad. Ja, die hebben hier al een... Ja, die hebben al een... Ja, dat is een keer naar huis. Kijk maar, vooral. Maar dit is precies hetzelfde. Ja, dat was toen nog niet zo.